5-5 in de vijfde set. Het devies is simpel. De ploeg die deze set wint, speelt volgend jaar World League. En zo blijft het razendspannend. 13-13. Lichte moeite bij Portugal, maar natuurlijk gaat die bal op Valdir en die slaat hem uit. Heart in my mouth, but my head in the clouds. Yeah. I can feel it rising. Bound to the earth, but we could ascend. Yeah. I'm realizing. I feel both free lift off the ground. I can levitate with it. Maar natuurlijk gaat die bal op Valdir en die slaat hem uit. En het topsportcentrum in Rotterdam juist. Want Nederland wint deze wedstrijd. Als deze bal van Valdir een van de sterren aan de Portugese kant uit is, is de beslissing een feit. En weet Nederland dat het zich kan gaan opmaken voor de World League volgend jaar. Het was een goed feestje. Ik denk dat de meesten niet geslapen hebben. Een feestje voor de lange mannen. De Olympische Spelen zat er niet in, maar voor de rest zijn deze zomer alle doelstellingen gehaald. Winst in de European League, kwalificatie voor de World League en gisteren de belangrijkste buit van de zomer, plaatsing voor de EK 2013.